Je bent Moeskop niet. Lopen gaat vlugger. Hou je mond. Surplus. Jouw schuld. Die eeuwige kritiek van jou op onbelangrijke dingen. Ik had het gemakkelijk gehaald. Het is mijn opdracht, Erik, juist op de onbelangrijke dingen kritiek te oefenen. Je zou allang pastoor, misschien zelfs deken zijn, als jij niet zoveel waarde hechtte aan futiliteiten. Ik hoef je pastoor te worden, laat staan deken of bisschop of kardinaal of paus. Toch hoopt God je. Waartoe? Een andere taak. God zal wel wijzer wezen. Wijzer dan jij, dat is zeker. Wat voor taak? In overeenstemming met je kwaliteiten. Wanneer? Als de tijd rijp is. Waarom maak je me ongerust zonder iets te zeggen? Geef van te... Wat vind je van me? Dat is makkelijk een typisch geest te vormen geven. Typisch geest. Hey, Erik. Was dat tegen mij? Nee, tegen mijn engelbewaarder. Oh. Weet jij er iets van dat ik hier weg zou moeten? Oh ja? Waar zou je dan heen moeten? Oh, iets in overeenstemming met mijn kwaliteiten. Eindelijk. Herinner jij je nog wat ik tegen je zei de allereerste keer toen ik bij je kwam binnenvallen? Toen heb je erg veel gezegd en vooral erg veel gegeten. Ik zei letterlijk, u was de beste student van het groot seminarie. Zo'n vent zou secretaris van het kapittel moeten worden. Dat zei ik. Zo, dus jij wordt secretaris van het kapittel. Gefeliciteerd. Wil je me kwijt? In het belang van onze moeder, de heilige kerk, mag geen offer me te zwaar vallen. Wanneer ga je? Als de tijd rijp is, zei hij. Dan moeten we maar geduldig afwachten. Ja. Was je op weg naar een huisbezoek? Ja, bij slangen. Oké, dan maar weer om, want er is geen mens. En Slotmeriek is ziek. Hij zal misschien zijn ronde doen. Bij de voorstelling van Mr. Bongerts was hij niet. Zondag was hij niet in de kerk. De dokter is al 3 keer vergeefs aan de deur geweest. En er is al meer dan een week nergens meer huisvuil opgehaald. Bovendien is de hond vooruitgesneld en is niet teruggekomen. Je hebt gelijk, kom mee. Rosminus, ik ben het, kapelaan Oudekerke. Pastoor en ik komen eens kijken hoe het met Marieke is. Hoor je me? Ik heb wat voor je museum. Mijn oude patefoon met platen, die mag je hebben. Misschien aan de andere kant? Ja. Ik had toch detectieve moeten worden. Vers water, honger hebben ze ook niet en geen eieren. Hij is dus thuis. Alles is potdicht. Slangen! Ah, kom. Kom, Stefan. Kom, kom. Zo. Zo. Hey! Waar is het? Hand, hand, vast! Hand! Wat moet je met dat geweer, slangen? Schieten! Toch niet op ons? Op de spreeuwen. Er zijn geen spreeuwen. Omdat ik op ze schiet. Hoe is het met Marieke? Goed. Heel goed. Beter dan ooit. Dan mogen we zeker wel even naar de toe, hè? Zo rust. Hoe is het met het museum? Gesloten. Waarom? Omdat ze rust. Wanneer kom je mijn patefoon halen? Bij gelegenheid. Maar een bakje koffie kan er toch zeker wel vanaf, hè? Ellendeling! Zag je hem? Een buizerd! Ik dacht even dat je op mij schoot. Barst niet. Het barst hier van de roofvogels. Steeds brutaler. Ik moet mijn huis beschermen, anders komen ze binnen. Is de dokter geweest? Ja, geweest. En? Hij wil erop snijden, maar daar komt niks van in. Allemaal nieuwsgierigheid.
Er zal Marieke nou niet blij zijn als ze geen pijn meer heeft? Ze heeft geen pijn meer. Zegt ze dat? Ze heeft in dagen al niks over pijn gezegd. Slaapt ze? Ja, slaapt. Als ze wakker wordt, wil je dan zeggen dat wij geweest zijn? Ja, geweest. Bedankt. Egon, was wie dus? Hé, hey, wat wil die hond? Dat wil die hond. Hey, ik zou dat niet doen. Ik zal de dokter waarschuwen. En misschien de politie? Ja, kom mee, kom mee. Kom. Jezus, wat een rotzooi. Waarom wacht u niet tot alle meubels erin staan? Man, bedank het toch niet altijd zo? Nou, laat eens een beetje plaats. Louis, in die kist daar, daar moet een pak dikke sprit zitten. Pak je die even? Gejat van de coöperatieve. Niks gejat. Eerlijk betaald aan een zekere Lambert Bonte. En de suiker en de melk ook. Ah. Waar heb ik nou de lepeltjes? Je moeder. Gewoon in de koekenpan. Je zal het zien, vanavond ben ik op orde. Het wordt vast gezellig, moeder. Man, zet er niet zo'n presentiestoon op. Het lijkt wel of je van de bedeling bent. Met die chagrijnige tussenwerpsel van jou schiet moeder ook niet zo. Ik heb nog wat. Dat ken je op. Dat kan niet op van je kop. Dat ruimt. Jacob, die twee flessen, zaten die niet in die kussensloop bij de levensmiddelen? Ja, in de slaapkamer. Levensmiddelen in de slaapkamer. Verrassing! Wat heb jij in godsnaam? Niks. Ik ben vrolijk. Mag dat ook al niet. Raar soort vrolijk. Kijk eens. Oh, de bessie en neven, wat zonde. Het lijkt wel of er een geslacht varken in zit. Ga boven de gootsteen, Jacob. En snij je niet, alsjeblieft. Oh, wat zonde. Nou. En die andere fles? Oh, nou, niks aan te doen. Wie wil er advocaat? Ja, dat is goeie moeder. De zwarte kip. De zwarte kip. Wat nou weer? Weet je niet wie dat is, de zwarte kip? Ze noemen ze die vriendin van de hertog, die meid van de Waal, de zwarte kip. Die grapjes wil ik niet meer horen. Ja, ik begrijp het niet. Maar goed ook, ze is trouwens blond. Geblondeerd, ja. Hé, dat kunnen ze tegenwoordig met waterstof. Jouw deurs? Oh ja hoor, ik hou van pudding. Jacob? Oh, lekker. Mag het, moeder? Nou, voor één keertje dan. Zo. Nou jongens. Voorlopig bedankt voor al jullie hulp. En ik hoop dat we hier met Doris en Jacob en Klaasje, als hij eerdaags terug is, heel vredig en gelukkig zullen leven. Ja, moeder. Dat wens ik jullie toe. Het is wel geen Catharina Hoeve. Weet je hoe we het moeten noemen? Catharina Hofje. Verrek, ja, dat is een goed idee. Catharina Hofje. Nicolaas Hofje. Naar vader. Klinkt niet. Klaasjeshof. Nee. Waarom niet? Nee! Catharina Hofje is goed. Ik zet het er zelf op. Gotische letters. Hoe is het nou met Klaasje? Best. Prima, prima. Nou jongens, ik ga het buffet maar inruimen. Jullie gaan zeker terug naar de winkel, hè? Ja. Laten we eerst de bedboomer ophalen. Ja. Vind je niet, Doris? Karel had gelijk toen hij de naam van die ziekte noemde. Multiple, weet ik. Jezus. Nou, tot zo, moeder. Ja. Jacob, jij niet mee?
Scleroze heet het. Ik heb het opgezocht. Het is heel erg, hè, moeder. Ik weet het niet, kind. Ik weet het echt niet. Blijf nou toch zitten, mens. Ach, waar moet dat toch heen? Als een huisartsen en een pastoor aan één tafel eet. Wilt u nog koffie? Ja, graag. Neem zelf ook. Nee, dank u wel. Ik zal je missen, Katrien. Ik zal je verschrikkelijk missen. Ik u ook. Maar hij heeft me ook nodig. Hij is zo alleen. Wanneer ga je? Ach, dat heeft de tijd nog. Eerst mijn opvolgster inwerken. Er is geen opvolgster. Wat heeft u toch tegen Anzeilen? Dat pronkjuweel van pastoor Bonhomme? Ik weet niet eens waar ze is. Hier? Hier? Bij Lodewijk. Bij meester Bongaerts, waarom? U weet toch dat zij, Louise en ik vriendinnen waren? Ja, waarom probeert u het nou niet met haar? Ik spreek geen Frans. Ik ook niet. En Anzeilen spreekt perfect Nederlands. Ze past hier niet, Katrine. Ze is te mooi, te deftig. Ze is erg veranderd. Ze heeft het heel moeilijk gehad. Ze had toch een pension voor bejaarden of zo? U heeft er geen idee van hoe oud sommige mannen moeten worden voor ze bejaard zijn. Zo, zo. Die Angèle. Hoor eens, Katrien, ik moet een huishoudster hebben die even goed is als jij. Even bescheiden, zorgzaam, hartelijk, vrolijk, lief, goedhartig, geduldig, beschaafd, zuinig. Het lijkt de litanie van alle heiligen wel. Katrien, ik ben bang. Lach me niet uit. Dat zullen mijn kapelaans zijn. Zet nog wat koffie. Angèle Lestrieux. Ma main ne tremble pas. Ik zie geen enkele reden om schaterend voor uw pastoor te verschijnen, eerwaarde heren. Het spijt me, meneer pastoor, maar ik vertelde net dat ik een paar jaar geleden moest spreken voor de zusters Dominicanessa in Venlo. En dat ik me 2 keer achter elkaar verschrikkelijk versprak. Ik wou de eerwaarde zusters toespreken met haar godsgewijde maagden en zij haar godsgewaagde meiden. En even later had ik het over Gods genadebronnen en zij aan Gods gebraden nonnen. Sindsdien durf ik geen non meer onder de ogen te komen. Ik ben als de dood voor ze. Zo heeft in ieder zijn complexe. U voor nonnen en ik voor huishoudsters. Daar heb ik geen ervaring mee. Maar als het aan mij lag, dan joeg ik met een bezem de hele troep op een hoop. En tijdens het brevieren schilderde ik aardappels of dopte erwten. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de concentratie, kapelaan. Oh, jawel. Ik schil snel en dun. Ik bedoel de concentratie bij het gebed, kapelaan. Ik ben altijd één. Ik heb begrip voor het feit dat de veranderingen die zowel moreel als materieel, zowel regionaal als landelijk, die sedert de oorlog hun stempel drukken op onze samenleving, een gewijzigde benadering van de pastorale taken met zich meebrengt, die van de priester niet alleen een zielzorger, maar ook een met de sociale begeleiding van de katholieke arbeider, die vooral in deze streek, waar door de industrialisatie, met als gevolg de immigratie van zelfs anti-godsdienstige elementen, diezelfde katholieke. Neem me niet kwalijk. Ik heb het ergens opgeschreven, maar ik ben het kwijt. We zitten nog steeds in een afhankelijke bijzin, meneer pastoor. Ja. Of liever, 2 in nevensgezins in zinsverband gevoegde ondergeschikte zinnen. De ene eindigt met gewijzigde benadering meebrengen. Pardon. Redekundig gezien is, ik heb begrip voor het feit hoofdzin. Met ik onderwerp, heb begrip gezegde. Heb werkwoordelijk deel, begrip naamwoordelijk deel. Wel, nee. Begrip is leidend voorwerp, onzijdig enkelvoud via de naamval. Je kan begrip hebben voor vervangen door begrijpen. Ik begrijp het feit. En dan wordt feit leidend voorwerp. Fout! Maar nee, laat me toch uitspreken. Nee. Dan kan je net zo goed zeggen, ik begrijp dat het feit enzovoort enzovoort. En dan wordt die hele enzovoort leidend voorwerp. Absoluut niet waar. Een leidend voorwerpzin is bijvoorbeeld in een zin als ik zie wat jij niet ziet.
Het gedeelte wat jij niet ziet. Ik zie jou, ik onderwerp. Zie je gezegde? Jou leidt het voorwerp. Dat jou vervangen we door wat jij niet ziet. Dat is stof voor de vijfde klas van de lagere school. Ik had een 9 voor taal. Dan was het of een slechte school of je had een wit voetje bij de meester. Integendeel, een zwart voetje. Ja, wat ik had willen zeggen is, simpel uitgedrukt... Ja, dat u mij niet conservatief, niet vormelijk genoeg vindt. Ja. Nee, het gaat niet om mij, het gaat om zijn doorluchtige hoogwaardigheid. Aha. Wat zijn dan de bezwaren van monseigneur? Moet ik hierbij blijven? Een pastoor en zijn kapelaans vormen één ploeg. Bovendien verwacht ik bericht van dokter Albersen waar we dringend over moeten praten. Slot, Marieke. Ja. Die is dood. En ik zal monsieur schrijnen, schrijven en schrijven ter harte nemen, evenals uw goedbedoelde berisping. En ik beloof meer tact en minder temperament nee, pastoor, in... Maar laat me nou toch uitspreken! Je zeg, ik schrik me dood. Kapelaan van de Branden was midden in een belofte van meer tact en minder temperament, Katrien. Spijt me, kapelaan. Mij ook, vrouwtje. Ik wou alleen maar zeggen dat de veldwachter er is. Voor mij? Op mijn verzoek van de Branden. In verband met slot, Marieke. Kom maar binnen, Marinus. Dag, meneer pastoor. Dag, veldwachter. Dag, kapelaan. Dag, veldwachter. Dag, kapelaan. Veldwachter. Gaat u zitten, gaat u zitten. Dank je, dank je. Veldwachter. Kapelaan van de Branden vertelt ons zojuist iets waar we ernstig van schrikken. Wij maakten ons al geruime tijd zorgen. Zorgen die sinds vanochtend, toen we openlijk werden bedreigd, aanmerkelijk waren toegenomen. In die mate dat we niet alleen dokter Albersen, maar ook de sterke arm meenden te moeten waarschuwen. U kan altijd op mij rekenen, meneer pastoor. Ik was hier al, zoals u weet, toen de oude pastoor hier nog zetelde, zal ik maar zeggen. En van u, kapelaan, herinner ik me als de dag van gisteren uw eerste preek. Waar ik u toen nog mee complimenteerde op de kennis. Weet u nog? Ach ja, er is inmiddels heel wat veranderd. Al die socialen, dat vreemd volk. Ja, er is geen oude aan. We hebben natuurlijk de steun van de marechaussee. Maar het is hoog tijd dat ons korps wordt aangepast aan de omstandigheden. Ik ga eerstdaags met pensioen en ik zeg zo vaak tegen de vrouw... Komt u, Marinus? Graag, juffrouw Katrien. We kennen elkaar toch ook al enkele jaartjes. En nou is het dan zover met u. Ja, eindelijk. Beter laat dan nooit. Ik zeg zo vaak tegen de vrouw, die goede meester Om Bonga, mijn zin dan af te maken. Waar was ik? De sterke arm meende te moeten waarschuwen. Juist. Altijd doen, meneer pastoor. We zijn ervoor. Beter mee verlegen dan omverlegen. Laatst had ik nog zo'n geval, Volgens kapelaan van de Branden zijn onze ergste vermoedens bewaarheid. Zo is het toch, kapelaan? Ja. Wanneer heeft u dat geconstateerd? Eergisteravond laat. Laat? Dus toen al. En bent u binnengelaten? Niet binnengelaten, binnengegaan. De deur stond open. Open. En? Er was niemand. Niemand? Niemand? Zij ook niet? Niemand. Niemand. Ja. Waarom heeft u daar niet direct melding van gemaakt? Ik heb een belofte er met niemand over te praten. Niemand. Waarom niet? Dat was toch uw plicht geweest? Ik vertrouwde erop dat hij binnen de paar dagen tot andere gedachten zou komen. Bovendien was hij gewapend. Gewapend? Met een mes? Met een dubbelloop centraal geweer met greenersluiting, kaliber 16. 16. Dat klopt. Het woord is aan de veldwachter. Laat open. Niemand. 16. Ah ja. Dan heb ik maar één vraag, eerwaarde heren. En is dan deze. Waar gaat het over? Boterbloemen en pinksterbloemen, daar hou je van, hè? Hier,
omdat alle kwaaie dingen voorbij zijn. Vanochtend was de pastoor hier met kapelaan Oudekerk, maar ze hebben je niet gezien, hoor. Nee. Ik heb gewoon gezegd dat je het goed maakt en de groeten. En Van der Branden heeft beloofd dat hij zijn smoel zal houden, dus er kan niks gebeuren. En verder geen nieuws. Vullers ophalen doe ik niet meer. En het museum hou ik dicht. Het verdriet dat je me in de steek hebt gelaten is over. Bijna over. En zo lang zal het wel niet meer duren voor we elkaar weer zien. Het peert staat in de wei, die komt niks te kort. Ik ook niet. Ik heb zeker nog een mut aardappels en een zijspek. Nou. Alleen geen jenever meer. Maar die zou Van der Branden brengen, had hij beloofd, zodoende. Ik zal mijn tijd wel uitdienen, Marieke. Is dat een praalgraf of niet? Hè? Wel rusten, man. Wel rusten. Drink ik het zelf maar op. Hé, wat moet dat? Zo ben ik niet gewend ontvangen te worden, slangen. Als er van die 5 liter niet eens 1 borrel op kan... Ik laat geen mens binnen. Gelijk heb je, goeie avond. Geen stap verder. Wat zijn dat dan voor manieren? Als ik naar je toe kom, dan schiet je. En als ik weg ga, dan schiet je ook. Zet neer. Ik haal wel een paar kommen. Kom op met je borrel. Waar heb je hem? Precies waar je zei, daarginds. Haal hem. Commandeer je hond en blaf zelf! Durf jij je eigen kapelaan te noemen met zulke geintjes? Schenk nou maar in. Want je koffie? Ik heb geen koffie. Nee, maar ik. Hier, gemalen. En gevulde koeken. Jij lijkt Jezus wel op de bruiloft van Cana. Lees je Bijbel. Jezus heeft nooit Elsken in gevulde koeken uitgedeeld. Waar boven wacht dan? Zelf weten. Maar Marieke wou niet dat ik erin zat omdat de oude tante Dora erin gestorven is. Allemaal bijgeloof. Maar je weet nooit. Waar is je bed? Dat heb ik gebruikt voor haar. Vertimmerd. Een mahoniehouten kist. Ze heeft het verdiend. Weet je eerlijk. Hoe
Hoe lang wou je erbij houden, Goswinus? Levenslang natuurlijk. Levenslang? Maar ze is dood. Levenslang dood. Weet je dat dat niet mag? Stel je voor dat iedereen zijn dierbare doden in de tuin begroef. In de stad op een bovenhuis, ik ken dat niet. Maar geen mens, behalve ik, weet dat ze dood is. Geen mens heeft er wat mee te maken, ze is van mij. Ze is alleen van mij. De dokter moet de doodsoorzaak vaststellen. De gemeentesecretarie moet het overlijden aantekenen in het bevolkingsregister. En vooral, nou ligt Marieke zonder requiem in ongewijde aarde. Heeft geen mens wat mee te maken, ze is van mij. De gemeente heb ik gezet. Ze is van God. Ja. We zijn allemaal van God. Zo lust ik er nog wel in. Ik ook. Als het van de branden lukt slangen er goedschiks van overtuigen dat ze recht heeft op een begrafenis in gewijde aarde, kunnen we het misschien geheim houden. Mag je zoiets geheim houden? Vast niet. Daar komt iemand. Dat is de dokter. Waar bent u in godsnaam mee bezig? Van de Branden is binnen bij Slangen en probeert hem tot andere gedachten te brengen. En de veldwachter is met 3 wegwerkers bezig de dode op te graven. 3 wegwerkers? Mijn god. Een geval als dit kun je niet wegwerken. Hier moet de justitie ingekend worden. En een schandaal veroorzaken, dokter? Heren, we leven niet in de middeleeuwen. Er is een vrouw overleden. En heimelijk begraven op particulier terrein. Doodsoorzaak onbekend. Overlijdensdatum onbekend. Medische hulp geweigerd. En wat gebeurt? Een veldwachter en 3 wegwerkers schaven naar op. Brengen haar naar het lijkenhuisje. Requiemis, begrafenis. En de dokter moet maar een valse overlijdensakte en een valse doodsoorzaak vaststellen. Als dit uitlekt, dan word ik voorgoed geschorst. U zegt doodsoorzaak onbekend, maar ze had toch wat aan haar buik? Ze had wat aan haar buik. Mooie medische term voor een arts. Door een operatief ingrijpen te weigeren heeft Slangen haar dood op zijn geweten. Misschien heeft zijn primitieve gedachtegang een ingreep verhinderd die misschien haar redding betekend had. Ze was trouwens bijna 80. Oh, en dan komt het er niet meer op aan. Ik begrijp niet dat u als geestelijke zoiets kunt goed praten. Ik herken dat een primitief mens als Slangen de consequenties niet overziet, maar ik kan het arts deze gang van zaken onmogelijk goedkeuren. Wat wilt u dan doen? Aangifte. Niet omdat ik dat wil, maar omdat het mijn plicht is. Ik zal wel zeggen, dat is vlug weg. Maar dat kwam omdat er maar een 20 duim aarde op de kist lag. Dag, dokter. Veldwachter, wie heeft u hiervoor opdracht gegeven? Weet u niet dat de illegale begrafenis verboden is? Vandaar dat we er hebben opgegraven. Dan komt ze netjes in het lijkenhuis. Jammer dat u niet eerder bij me gekomen was, dokter. Ik? Ja, u wist er toch van. U bent toch de dokter? Ik ben bij hem dagelijks aan de deur geweest, maar ik werd niet toegelaten. Maar u wist dat ze doodging. Misschien als u bij mij gekomen was. Ja, een politieman heeft altijd wat meer gezag. Was deze narigheid voorkomen? Enfin, niets aan te doen. Het is nog goed afgelopen. Rijden maar, mensen. Wacht, het niet halt. Halt, mensen. Zegt u het maar, dokter. Ze had niet opgegraven mogen worden voor het parket ter plaatse is. Daarna had er sectie moeten worden verricht. Procesverbaal worden opgemaakt. En pas dan, als het lichaam is vrijgegeven... Spijtig, mensen. Breng die stakken terug naar de kuil. Nee, ik wil niet dat er zo gesold wordt met het lichaam van een dode. Doe wat u doen moet, dokter. Maar Slot Marieke gaat nu naar het kloosterhospitaal. Daar kunt u alle maatregelen nemen die u nodig acht. Ga, veldwacht. Hey, maar. Meneer Pastoor en ik nemen alle verantwoordelijkheid op ons. We zullen morgen aangifte van het overlijden doen op de secretarie. En we gaan nu aan Slangen vertellen wat er gebeurd is. Dat hoeft niet meer, kapelaan. Goswinus weet het en hij is er helemaal mee eens. Daar had ik niet aan gedacht. Dat zij bij het laatste oordeel, dan leg ik ergens op het kerkhof en zij. Daar staat ze dan onder de appelenboom in de goede goed. Ze vindt me nooit. Nooit, nooit, nooit. Goswinus. Goswinus, waar ben je? Daar had ik niet aan gedacht. Hij zei het. Ik vind dat Goswinus maar een paar nachtjes in het klooster moet logeren. Maar, misschien wil de dokter hem er wel heen brengen. Wat is zij nou? Zij gaat ook naar het klooster, Goswinus. Je snijdt er niet open, hoor. Denk dan om.
Kom dan maar. Dan gaan we samen. Hm? Kom maar, kom maar. Kom je eerdaags om een patefoon? Morgen vroeg. Uw methoden zijn misschien wat ongebruikelijk. Ze hebben effect. Ik zal het huis afsluiten. Zullen we ons een borrel permitteren? Ja, ik heb het koud gekregen. Ik wacht buiten. Haast je niet. Waarom ben je niet meegegaan? Ik lust geen drank. Van de troon gestoten? Geen hoofdrol? Ik wil niet op een troon. Een late Pasen van het jaar, Erik. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Waarom huilt het kleine, oude jongetje tussen de grote mensen? Waarom moet ik hier weg? Omdat God je roept. Ik wil niet. Ik heb hier Doris Bonte voor ingenieur Hertog. Ja. Kom maar, Doris, ik zal je verwijzen. Kijk, hier de trap op. Ja. Als je boven bent, rechtsaf aan het eind van de gang. Kamer 12. Bedankt. Joep. Oh ja, de groet aan het plaatje. Dag, meneer de Hertog. Ah, ja. Je bent aangenomen. Hé, hey. Nou, dat is dan een kort gesprek. Wel ondergronds, geen leerlinghouwer. Oh. Hé, hey, moet ik met sucijzenbroodjes rondgaan? Je weet toch wat van paarden? Mijn vader deed erin. Dat weet ik. We zijn voor het vervoer van en naar de schacht begonnen met 2 paarden. En dat moet er in de loop van het jaar minstens 24 worden. Ondergronds? Wat dacht je? En hoe komen ze dan weer boven? In principe nooit. Het is al moeilijk genoeg om ze beneden te krijgen. De liftkooien zijn te klein, dus we hangen ze in een strop boven de kooi. De verdieping hoger, kamer 28, kun je melden bij de personeelschef. Hij weet ervan. Vanavond draaien ze een filmpje in de Keizer. Een voorlichtingsfilmpje, daar zou ik maar heen gaan. Succes. Ik wou u wel bedanken voor uw bemiddeling. Bedankt de portier maar. Ja, dat heb ik al gedaan, maar... De Hertog? Ja. Ja. Nee. Nee, iemand die het nodig vond te blijven luisteren. Hoe is het met je? Nee, dat begrijp ik. Voor mij is het ook niet leuk. Oh, die is voorlopig bij de vader. Dat is geen punt. Ik eet meestal in de stationsrestauratie. Biefstuk doperwten. En vrijdags gebakken school met sla. Nou, u bent Rooms of je bent het niet. En dan stopt de trein naar Amsterdam. Op het eerste perron. En dan stap ik telkens bijna in. Altijd bijna. Eén dag doe ik het. En dan neem ik in Utrecht het lokaaltje naar Bilthoven. Wanneer? Zaterdag? Ja, natuurlijk. Hoe laat? 3:00. Ja, dat is heerlijk. Wat? Ik van jou? Dat weet je wel.
Kan ik niet. Niet op commando. Je weet het toch wel. Het heeft mijn leven niet eenvoudiger gemaakt, Tineke. Nee, dat is geen verwijt, integendeel. Je moet alleen niet naar de bekende weg varen. Dag. Liefst. Jammer. Ik heb een mooie plaats voor je, helemaal achterin. Oh, dat is fijn. Daar val ik niet zo op. Je komt als priester altijd op de eerste rij terecht. Niet in de bioscopen, kapelaan. Daar zijn de duurste plaatsen achterin. Oh ja, dat wist ik niet. Dag, kapelaan. Daar hebben we je dokterplaatje. Ja. Kom nou gauw eens met je praten nu je leven zo gaat veranderen. Dag, kapelaan. Je vader niet, Mieke? Nee, het is uw schuld. Mijn schuld? Hij zei, dat toneelstuk van meester Bolgaerts over het zwarte goud, dat is te mooi om door zo'n realistische film te laten bederven. Een groter compliment had ik niet durven hopen. Maar het was toch heel erg. Dames en heren. Dames en heren. Dames en heren. Namens de Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond, de KMB, heet ik vriend en vijand hartelijk welkom op deze avond. Deze avond die dankzij de medewerking van de directie van de staatsmijnen tot stand kon komen. Met de schitterende toneeluitvoering van meester Bongaerts drama Het Zwarte Goud. Ja. Nog vers in het geheugen. Met Het Zwarte Goud nog vers in het geheugen zal het een extra indrukwekkend zijn de film over de onopgesmukte werkelijkheid te aanschouwen. Helaas moet ik u nogmaals dringend verzoeken niet te roken. Want het materiaal waaruit de film bestaat is zeer brandbaar. En de kleinste vonk kan een ramp veroorzaken. Maar als troost heeft de directie van de staatsmijnen mij gemachtigd u tijdens de pauze een rondje aan te bieden. De champagne staat op koud thuis, hè? Dat mag de koffie zijn, maar ook bier, elske of limonade. En de KMB, de Katholieke Mijnwerkersbond, doet er dan nog een tweede rondje bij. Uitsluitend voor leden. Ja, dat wordt dan één bakje slappe thee. U kunt zich nu opgeven als lid. Ja, hier, ik. Alsjeblieft, zoals gewoonlijk heeft Koos Wenig het goede voorbeeld. Ja, hey, voor een borrel doe ik alles. En na de pauze zeg ik weer op. Ja, ja. Hij denkt dat KMB betekent komt met borrels. Nee, dat betekent... Kom maar betalen! Oh, ik heb het al gehoord. KMB, keizerbond boeten. Hey, KMB, krentenkakkers mag er blijven. Hey! Kan muziek bijdragen? Nou,
Oh, ja, KNB. Ja, dat is ook leuk, kapelaan. Nee, ik bedoel als muziek op de piano kan bijdragen tot het succes van de film... Dan maar natuurlijk, kapelaan. Een applausje voor kapelaan nodig. Ja, ik kan eigenlijk niet zo goed spelen, maar... Nee, dat weet wat de kapelaan me nog geeft niet. Dames en heren, dan vraag ik nu uw aandacht voor de film... over de dappere zwoegers... onder en boven... de donkere wereld van de mijn. De film heet... Die den kompel niet eert... is zijn kolen niet weer. Licht uit. Die den kompel niet eert... is zijn kolen niet weer. Voor de Nederlandse economie... is de Limburgse mijnindustrie... van grotere betekenis geworden. Ruim 21.000 arbeiders passeren dagelijks de toegangspoort. Men verkleedt zich voor het werk onder den grond. De ene ploeg komt. De andere gaat. Het uithakken der kolen geschiet met de hak. En met den moderne pneumatische hamer. Er wordt flink aangepakt. Zo nu en dan doet men af. Er een schepje bovenop. Steeds meer doet men een beroep op den trouwen viervoeter voor het ondergronds transport. Wagentjes keren terug voor den ondergrondse dienst. Aan het einde van den dienst verzamelen de mannen zich bij de lift. Het wassen, meen ik, is verplicht. Naar huis gaan, spoelt men de dorstige keel met melk. Vader komt thuis. En dit zijn de werkers, wier stoere arbeid Nederlands bodemschatten helpt ontginnen. Dank u, mannen. Glück auf! Eind. Ben ik laat? Nee, juist vroeg had ik dat geweten. Wat geweten? Nee, blijf zitten. Wil je ook nog koffie? Ja. Hé, gezellig. Wat geweten? Dat je zo vroeg zou zijn, had ik hem laten wachten. Wie? Ah, beter koffie. Oh, een deftig heer Palmen of zoiets. Palmen? De directeur van Tijder? Ja, dat weet ik niet. Hij was een jaren geleden een keer geweest en toen had hij een onvergetelijke fly gegeten, zei hij. Onvergetelijk, zei hij dat? Kwam hij zomaar of... Nee, wou je spreken? Het had iets met die dokter Poels te maken. Wat het ook is, ik doe het niet. Weet je dat? Ik wil hier niet weg. Wie zegt dat? Ik ben gewaarschuwd. Door wie? Mijn engelbewaarder. Je bent gek.
Dat mag je niet zeggen tegen een priester. Ik zeg het tegen mijn eigen broer. Was een leuke film. Niet leuk. Interessant. Hij vertelt er eens wat over. Kan ik niet. Waarom niet? Ik heb er niks van gezien. Waarom niet? Ik heb er piano bij gespeeld. Waarom? Vraag niet zoveel. Ik heb het zelf aangeboden. Waarom? Weet ik niet. Het was eruit voor ik het wist. En wat heb je zo allemaal gespeeld? Ze deden het licht uit, dus het moest uit mijn hoofd. La 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 la. La 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 la. Ja! La la la. Komt hij terug? Die Palmen? Hij zal morgen om 11 uur bij meneer Pastoor zijn of Jo komt. Geen haar op mijn hoofd. Waarom niet? Daarom niet! Ik kom namelijk als boodschapper van dokter Poels. En ik moet u erbij zeggen dat ik hem persoonlijk gevraagd heb om de boodschap aan u over te mogen brengen. Omdat ik destijds, hoe lang is dat alweer geleden, onder de indruk, kapelaan, ben gekomen van uw oprechte sociale bewogenheid, uw idealisme en uw belangstelling voor de mensen in het algemeen en de arbeiders in het bijzonder. Toch hoopt God je. En heeft u een boodschap van dokter Poels? Ik beschouw het als een voorrecht dat ik degene mag zijn die u namens hem verzoekt de plaats te aanvaarden van aalmoezenier van sociale werken. Ik? Maar ik weet amper... Oh, kapelaan, u kent toch het door Monseigneur Schrijnen opgerichte Zwarte Korps? Waarom heel Limburg terecht door de rest van Nederland benijd wordt. Als ik erbij kom, zal Limburg niet meer benijd worden. Schaam je, Erik. De aalmoezeniers van sociale werken zijn onze grote propagandisten. Als Poels in jou zo iemand ziet, dan kan en mag je niet weigeren. Hij kan zich toch vergissen? Oh, nooit, kapelaan. Iemand die zo de gave van het woord paart aan sociale bewogenheid is geschapen voor aalmoezenier. Ik wil hier niet weg. Omdat u nog niet weet wat uw standplaats wordt. Roermond. Daar komt u toch vandaan? Roermond? Daar wonen mijn ouders nog. En hoe lang heb ik bedenktijd? Oh, lang. Ik heb hem alleen maar gevraagd en verteld dat ik u zou polsen, meer niet. Een glaasje Madeira, heren. Ach, graag, dank u. Nee, dank, ik voel me een beetje misselijk. Kom, kapelaan. Ik geloof dat u zichzelf schromelijk onderschat. Nee, ik geloof dat u mij schromelijk overschat. Pardon. Tje. Het is teleurstellend dat kapelaan Oudekerke niet bereid is om deze functie op zich te nemen. Kapelaan Oudekerke is bereid. Alleen zijn maag komt er nog tegen in opstand. Proost, de pan. De nachtschicht? Prima. Oh, dat meen je niet, hè? Dat niet. Die koffie? Ja. Je bent zeker wel erg moe, hè? Nee. Hoe is het met Piet? Die ruim die blind wordt. Je wordt niet blind. Gewoon een week naar boven om weer aan daglicht te wennen, zegt Jute. Dat is de baas die over de paarden gaat. En dan? Dan gaat hij weer naar beneden. Of zijn er naar beneden? 12 pas.
Gruda Fonke nog twee belzen te koop heeft staan. Stakkers. Waarom? Om een koud bloed. Nou, je moet geen Arabische hengst omlaag sturen natuurlijk. Je hebt nog hele zwarte randen om je ogen. Waar een mens zin in heeft. Je moet het me niet tegenmaken, moeder. Als ik een vent was, dan dat deed ik het ook. Ja. Ja. Het is vast iets waar je op de duur niet meer buiten kan. Hoe weet jij dat? Dat denk ik. Nou, een andere wereld. Een geheim dat je hebt samen met je kameraden. Dat heb je van je vader. Ik heb wel meer van mijn vader. Kom hier. Je stinkt naar groene zeep. We moeten opschieten, Klaasje. Waarom? Eet jij nou maar door en dan ga je wat rusten en over een paar uur zijn wij terug. Meester Bon gaat trouwen met Katrien van de Pastoor. Verrek, ja. Ik denk al, zien jullie er deftig uit. Maar ga ik toch zeker mee? En nee, toe nou. Schaamt u zich voor me? Dat weet je wel beter. Maar jij hebt je rust nodig. Ik trek mijn zondagse pak aan en ik ga mee. Allicht. Thuis, is Erik klaar? Erik, kapelaan van de branden. Ik kom. Nieuw kleedje. Ja. Zelf gemaakt. Kunt u dat zien? Alle begin is moeilijk. Hey, almoezeniers, schiet eens op. Anders trouwt je oude huishoudster zonder jou als subdiaken. Hoe weet je dat? Omdat het slag van 9:30 is. Wat dat almoezeniers gedoe? Ik ben bij Poels geweest, ik heb je aanbevolen. Dat lieg je. Ja, maar ik weet het toch, doe je het? Geen haar op mijn hoofd. Standplaats Roermond. Ik weet een dierbaar plekje, het is aan het moederhart. Waar ik lachen kan bij vreugde en wenen kan bij smart. Waarom doe jij het niet? Ze zullen me aanzien komen. Standsorganisaties zijn niks voor mij. Maar jij bent geboren voor elke vorm van propaganda fide. Ik zie je nog eens met een rode hoed op Pietersplein. Kom, we gaan. Trusje, tot zo! Kom naar het feest, hoor! Allicht, dat scheelt in het huis zou gaan. Nee, ik heb erover nagedacht, maar ik blijf hier, Dirk. Ik ben van dit dorp gaan houden. Waarom? Het is toch overal hetzelfde? Datzelfde, maar heer. Ik heb het hier moeilijk gehad. Ik ben hier gelukkig geweest. Ik had hier vrienden, ik was hier thuis. Ik was hier... Verliefd! Hoe kom je erbij? Heb je het je verteld? Heb je het je verteld? Verliefd. Toe, eet nou eens een beetje door. Anders ga je maar niet mee naar de kerk. Zal ik eens een eentje? Belachelijk, ik kan best zelf eten. Nee? Alsjeblieft, dan ga je maar naar Geertje in de keuken. Hè? Geertje! Neem jij Johannes eens, want het is weer zo ver. Hè? Ja hoor, kom altijd op hetzelfde. Is hij nog niet? Nee, zeker in het laatste moment spijt gekregen. Ja. Lodewijk, hallo! Lodewijk Boegaard, de bruidwacht! Goedemorgen. Morgen. Oh, goedemorgen. Ik weet niet wat ik heb. De zenuwen. Ik heb zeker iets verkeerds gegeten. Ik ben al 3 keer geweest. Eet een banaan, dat stopt. Nee, ik moet op de communie. Ik krijg er trouwens niks in. Laat is het. 10:50. Hoe zie ik eruit? Als Lodewijk XV op weg naar het schavot. Dat was Lodewijk XVI, januari 1793. Ja, meester. Katrien was Louise's beste vriendin. Dat blijft een feit. Louise zal zich met u verheugen. Wel ja, en als de kogel alleen maar door de kerk is... Rijtuig. Maar dat is toch een overdreven luxe voor die 100 meter. Dat... Ik doe wel open. Waar is uw bruidsboeket? Hè? In de logeerkamer, of nee? Nee, in de keuken, of... Nee, ik weet het niet. Hier. Oh. Dank je. Nou. Dan... Waar heb je dat laten maken? Bij Van de Ven, in Sittard. Ik zou zweren bij Dior. Waarom vind je het niet mooi? Het is je reinst door het couture. Dat geeft niet als men netjes is. Denk je dat je het redt bij de pastoor?
Als de pastoor het maar redt met mij. Heb je hem al eens verteld? Ach, als die van een ander hoort, is het veel erger. Ach, nou ja. Ik ben hier toch maar tijdelijk. Het is toch nergens voor nodig. Als je nu maar oprecht gelooft dat je leven in het frappon voor goed verleden tijd is. Jeetje, de Slotenwijk. Als hij maar geen diarree meer heeft. En als hij zijn bruisboeket maar niet vergeten. Wil jij misschien even open doen? Dat kan ik als bruid toch niet doen? Dag, kind. Is ze klaar? Ze verwacht je. Oh, natuurlijk. Ja. Je bruidsboeket. Hè? Oh, oh ja. Ik ben zo terug. Ja. Misschien mag ik even vlug mijn handen wassen. Ja, natuurlijk. Zal ik zo lang de boeket? Oh ja, graag. Is ze zenuwachtig? Nee, nee, alleen zielsgelukkig. Onbegrijpelijk. Ze is een dappere vrouw, Angèle. Ja. Ik weet niet, dat kan toch eigenlijk niet, hè, jonge paar? Wat? Ze zijn samen. Ja. Samen zijn ze 100 jaar. Ja, joh, daar halen we het er weer af. Ja. Zakken, jongens! Maar dan wel vlug, hè? Jacob, kijk jij eens even of er een paar stromen binnen zijn. Ja, dat is zo voor elkaar. Truus, help je even. Ja. Yeah.
Ach, oh.